De 3 september is het vandaag. En we hebben het over Psalm 147, vers 1 vandaag. Daar zegt David: Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang. Gisteren eindigden wij met de tekst uit Psalm 50, hoe wij God een lofoffer zullen geven en daarmee een weg zullen banen. Een weg zullen banen, zodat we het heil van God zullen zien. Maar allereerst eren wij God, omdat God is waardig de lof en de eer en de dank en alles te ontvangen. Het is immers goed om God te eren. Het is het waard om het te doen. God die zoveel voor ons doet. Het is onvoorstelbaar wat God allemaal voor ons heeft gedaan. Allereerst heeft hij zijn zoon gegeven en liet hij hem sterven aan het kruis. En dit kon niet anders vanwege onze zonde en ongerechtigheid. Maar hij heeft het volbracht. Dat denken we aan op Goede Vrijdag. En dat denken we ook aan Pasen, de opstanding. Maar ik wil u nadrukkelijk zeggen, al vanwege al de zegeningen die God heeft gegeven en God heeft gedaan in zulke overvloedige mate, is het goed om God te eren en voor God te gaan zingen, psalmen te zingen, lofprijs te zingen en eer en hulde geven. En ik wil u aanmoedigen om ook vandaag dat te doen. Door heel de Bijbel heen zien wij en ontdekken wij dat wanneer wij God eren, dan komt er verandering in de situatie. Doe dat eens. Leg misschien eens even dat werk eens neer waar je mee bezig bent. Dat is een kort moment, misschien in de auto. Zet hem eens even aan de kant. En zeg: O God, ik wil u prijzen en ik wil u eren. Ik wil u danken. Ik wil u zingen voor al de goedheid die gij hebt gegeven. Zoals Jozef dat eenmaal deed. Hij ging God prijzen. Hij ging eerst richting God en hem eren en hem prijzen. En toen pas ontmoette hij de vijanden. De vijand die hem wilde vernietigen. Maar die vijand werd vernietigd vanwege het feit dat hij God allereerste eer gaf. Als u dat gaat doen, lieve mensen, dan komt er een verandering in uw situatie. God zegen je vandaag.